Het Karolingische Rijk valt uiteen. De aanvallen van binnendringende vijanden zijn hervat. In het zuiden vestigen de Saracenen zich op Creta, Sicilië, in Toscane, Rome en de Provence. In het begin van de 9e eeuw zie je de Vikingen, of ook wel Noormannen genoemd, langs de kust in Europa verschijnen. Maar laten we niet vooruitlopen op de tijd. We zitten pas in het jaar 790. Laten we eerst eens deze woeste krijgers, deze koningen der zee, bij hen thuis bekijken. Al deze activiteiten doen ons nogal vreedzaam aan. Onze vriend de Dikke is geboren als slaaf. Pieter is een vrij man die een zwaard mag dragen. Hij komt zijn vertrouwensman helpen. Hier, mijn vriend. Neem dit maar. Goed idee. Daar komt de chef aan, de jarl. Ik kom, hier ben ik. Die weer gevolgd wordt door zijn vertrouweling. Wat doen ze daar? Vrouwen mogen een meester niet uitlachen. Hier, dit verzacht de pijn. Zeg, slaaf, kom jij eens hier. Lach je me uit? Kalm aan, ik ben zeer op hem gesteld. Pieter Nel is een getrouwde vrouw. Dat kun je zien aan de sjaal die ze onder haar draagt. En het kettingje om haar hals, waaraan ze haar sleutels en een schaar heeft hangen. Een teken dat ze de Deinja, meesteres, is. En? Lekker zeg. Mogen we binnenkomen? Kom maar. Oh, mijn vis is stuk ongeluk. Ah, doe mij, het is al goed. Het moet toch kunnen, nietwaar? Oh, en ik? Zeg, toe nou. Kom, Pieter Nel. We zijn nog niet toe aan een huwelijk met slechts één vrouw. Een beetje geduld nog. Gestoofde zeewier. Meer heb ik niet. Je zult zien, straks vangen we zo'n grote walvis. Mogen we misschien een biertje? Hier, mannen. Nee, jij nog niet. Op je 14e, wanneer je man bent. Oei. Ochtends zie je buiten de stadsmuren pasgeboren baby's die daar de hele nacht buiten hebben gelegen. Oh, dat is waar. Later.
Onder het bevel van de jarl gaan alle mannen uit vissen. De vrouwen en kinderen van de chef, wettig of niet wettig, zijn hun heer en meester komen uitzwaaien. Pieternel is bezig brood te bakken van berkenschors, wat betekent dat er schaarste is aan levensmiddelen. Zeg, zullen we eidereenden ons gaan zoeken? Ja hoor, prima. Kom op dan. Oh, wacht even. Diefjes worden altijd gestraft. Wacht eens even, kinderen. Dat is voor jullie. Hier. Oh. Hop. Hey, hop. Hey, hop. Hop. Hey, hop. Hey, hop. Wees eens, dikzak. Wees eens een beetje voorzichtig. Straks slaan we nog om. Zo is het genoeg. Snel, hoos de boot leeg. We liggen achter. Hier, neem mijn plaats aan het roer maar. Zwaardvissen. Wat? Zwaardvissen. Hè? Het stikt ervan. Kijk maar, chef. We moeten die beesten insluiten. Zwaardvis aan stuurboord. Hij komt recht op ons af. Kijk eens onze boten, dat lijkt me een goede vangst. Waar ben je? Wat is er met hem gebeurd? Pietertje, geef antwoord! Hè? Omdat ik de zoon van de chef ben, moeten jullie mij een mandje dons geven. Geef hier. Nee. Daar gaat hij. We hebben hem. Nu is hij van ons. Hop, 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 hop. Kijk eens wat hij daar doet, chef. Dat kunt u toch net zo goed. Wanneer de boten wegvaren, blijft op het strand slechts het karkas over van het in stukken gehakte beest. Het was een goede vangst. En nu, wie het eerste thuis is. Hup. Hey! Dat zal ik jullie betaald zetten! Oh, dit is het! Ho! 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 Het grote midzomerfeest gaat beginnen. De wijze maestro geeft hiertoe het sein door zich naar de offertafel der goden te begeven. Thor, geflankeerd door Odin en Freya. Knielt allen. Hier, o goden, is bloed om uw woede te koelen. Nee, bedankt. Eens kijken. Of dat wel lekker is. Dat is proberen. Die vrouw, wat is dat nou voor een drankje? Dat heb ik nog nooit gedronken. Vlak naast ons staat de herentafel.
Achterin die van de vrouwen, daartussenin de kindertafel. En daar komen de mannen, mooi uitgedost voor het feest. We halen een grapje met hem uit. Laat ons allen drinken op het midzomerfeest. Ah, en op de goden die ons gunstig gezind zijn. Waar zit hij nou? Pietertje en Dikkie hebben het gedaan. Stel het je deugnieten. Eerst beledigen ze mijn zoon en nu mij, de chef. Ik zal jullie wel eens laten zien wie hier de baas is. Jullie verdienen een aframmeling. Ogenblikje. Vrienden, wacht. Onze wetten zeggen dat er geduelleerd moet worden. De gewoonte wil dat de tegenstanders naar de levensboom gaan, waar het duel plaats zal vinden. Er moet 15 meter afstand zijn. Goed. Hier. Hela. Ik geef een teken. Nee. Je moet je aan de regels houden. Stop, stop. We gaan nu iets anders doen. Hier, pak beet. Schieten. Aanleggen. Schiet. Goed zo. Nou ik. Zo, aanleggen en schieten. Waar wacht je nou nog op? Nee, maar dat is toch te gek? Ik heb gewonnen. Hallo. Huh? Zo. Jullie chef heeft de Viking hier geschonden. Verban hem. Ja, de chef moet weg, de chef moet weg, de chef moet weg. Hoor je dat? Ze jagen je weg. Je bent verbannen. Wat? Laat je hier nooit meer zien in het dorp. Die is weg. Op een goede morgen zien we Maestro en zijn vrienden. Moet je die sprongen zien die zalmen maken? Ik heb een idee. Laten we dat eens proberen. Oké. Wel, kijk, als we nou eens hetzelfde deden als die vissen. Zo bijvoorbeeld. Of misschien zo. Of zo. Ja, waarom niet? Zo, dat hadden we veel eerder moeten bedenken. Eureka, ik heb het gevonden. Hoi, 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 ik heb het. Prima, prima, ik heb het. We moeten net zo doen als de zalmen. Over het obstakel heen springen. Zo, hoep. Luister nu toch even naar Maestro en laten we het proberen. Stop! Recht voor ons een hindernis. Hier aan wal. Zet je boot nu op die ronde balkjes en laat hem rollen. Zo ja. Ja, zo moet het. Ga maar door. Ga maar door. Ja, goed zo. Goed zo. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, het gaat goed. Hoe? Wat doen ze daar nou? Chef, chef, kom eens gauw. Kijk, kijk eens wat ze aan het doen zijn. Wat? Laat zien. Oh, het is niet te geloven. Kijk nou toch. Oh. Een goed idee. Als we nu eens hetzelfde deden met lichte bootjes, dan konden we de dorpjesrivier opwaarts aanvallen.
Huh? Oh. Oh. Chef, chef. Onze dorpjes worden net aangevallen door boeven. Wat zeg je? Dat zullen we ze betaald zetten. Chef, we moeten een tegenaanval doen. Zijn er zoveel? 'S nachts over zee. Rond de gestorven leider heeft men zijn wapens gelegd. Zijn schild, zijn kist, levensmiddelen die hij nodig heeft voor de grote reis. Zijn oudste zoon zal de eer hebben de brandstapel aan te steken. Deze handelingen gaan niet met verdriet gepaard. Odin immers, de god van de krijgers, neemt de dappere strijders die op het slagveld gestorven zijn tot zich. Wraak en vergelding volgen elkaar op. Het aantal plunderingen verdubbelt. Het land wordt verscheurd door bloederige oorlogen. Vrienden, voortaan wordt er onderling niet meer geplunderd. Laten we met grote boten verder weg voedsel en landerijen zoeken waar we met vrouwen en kinderen kunnen wonen. Misschien zouden we... waarom wel, niet? We zitten pas in 792 en niet in 1492. Kom nou. Ja. 16 schotten aan iedere kant, vastgeklonken en elkaar kruisend. De boten zijn klaar. Uit deze kandidaten moeten jullie nu een leider kiezen die de eerste expeditie zal aanvoeren. Maak je keus. Dit is dan jullie nieuwe leider. Leg de eed van trouw af. Leven de leider! Nou, het kan ermee door. Gaat alles naar wens? Het gaat, ik heb nog wat koeienhaar nodig. Alsjeblieft. Oh, bedankt. Alles lijkt volgens plan. Lengte 23 meter 33, breedte 5 meter 25, hoogte 1 meter 85 vanaf de waterlijn, de gaten 1 meter van elkaar. Dat kan in verhouding met de roeispaden. Ja, de schilden zien er stevig uit. Goed, we kunnen het water laten. Breng de paarden aan boord. Hou daarmee op. Zo gaat het niet, helemaal niet zelfs, als we het nou eens zo probeerden. Nee, het arme beest zou duizelig worden. Of zo dan. Op, ja, wie niet waagt. Of zo, met een aanloop. Maar als het er dan naast valt en... Ja, maar dat is de oplossing. Maar dat is het, vrienden. Breng je paard eens, kantel de boot en het beest kan er zelf in klimmen.
Hoe kom ik daarop? Men bevoorraadt de boot. 2500 kilogram levensmiddelen, 400 kilogram wapens, 40 mannen. De kisten zullen als zitplaats dienen. Er mag geen vuur gemaakt worden aan boord. Jullie eten alles maar rauw. Hier is mijn nieuwste vinding. Een navigatie-instrument om koers te houden. Nou, we kunnen vertrekken. Jij mag met ons mee. Je bent nu volwassen. Tot ziens! Het instrument van Maestro is niet handig als het mist. De aanvoerder besluit om de raven los te laten. Komen ze niet terug, dan is er land in de buurt. Land in zicht! 793. Op Indisfarne, een eiland bij Noord-Engeland, zal de eerste inval der vikingen plaatsvinden. Als jongste zoon moet jij nu je geluk ergens anders gaan zoeken. Oh. Goeie reis en het beste. Goeie reis. Goeie reis. In 830 trekken de vikingen naar Ierland, dat door Torxil, een Noorse hoofdman, in 839 wordt veroverd. Hij wordt gekroond tot koning van Ulster. 840, de vikingen zijn heer en meester in Nederland. De Denen varen de Seine op tot Rouen. 843, terwijl in Nantes het feest van Sint-Jan wordt gevierd. In 844 varen de vikingen de Garonne op tot Toulouse. Ze gaan door tot Spanje. In 845 varen 120 schepen de Seine op. Parijs wordt totaal verwoest. 850, de Theems, de Seine weer, de Loire. 856, 857, Parijs brandt. 859, Hastings verlaat met 62 schepen de monding van de Seine. Vaart om Spanje heen, passeert Gibraltar. De vikingen zullen de Mooren verslaan in Marokko. Murcia, de Balearen, de Roussillon en de Camargue worden geplunderd. Ze gaan verder naar Italië, Pisa, Luna. Maar daar worden ze gestuit door stevige stadsmuren. Ze komen er niet in. We komen daar nooit binnen. Chef, ik heb het. Een plan. Als we ons nu eens met onze wapens verstoppen. Onze leider, de nobele Hastings, is gesneuveld. Oh, zijn laatste wens was een plechtige rouwdienst. Dan zou hij al zijn schat aan de kerk nalaten. Akkoord. Ook Rome wordt in brand gestoken. 862 is het jaar van de zegepralende terugkeer van Hastings naar zijn basis in Noirmoutier, waar zijn oorlogsbuit tentoongesteld wordt. 862, komend uit Zweden, zakken de vikingen de Russische rivieren af. De Volkov, de Wolga. Rurik sticht de staat Kiev, de eerste Russische staat. De volgelingen van Rurik staan zelfs voor Constantinopel. 870, Oost-Engeland wordt veroverd door de Denen. 874, Harald met de mooie haren legt de laatste hand aan de eenwording van Noorwegen. De Noren stichten Reykjavik in IJsland. 880, invasie in Frankrijk, België en Duitsland. De vikingschepen zaaien dood en verderf op de rivieren de Seine, de Somme, de Schelde, de Maas en de Rijn. 885, voor het belegerde Parijs liggen 700 schepen over een lengte van meer dan 3 kilometer. Koning Karel de Grote biedt de belegeraars 700 zilveren ponden om zich terug te trekken. In het jaar 911 doet Karel de Domme afstand van Normandië ten behoeve van de hoofdman der Noormannen, Rollon. Normandië wordt al bevolkt door vele kleine blonde hoofdjes.
Rollon zweert de koning de eed van trouw. 982, Erik de Rode gaat in Groenland aan wal. Anderen bereiken zelfs het Amerikaanse continent. 1028, Knut de Grote heerst over Denemarken, Noorwegen en Engeland. 1059, Robert Ciscar wordt hertog van Apulie en Calabrië. 1061, heerser over Sicilië. Constantinopel wordt bereikt, nu echter via de Balkan. Willem van Normandië gaat in Engeland aan wal om aanspraak te maken op de troon. Koning Harald komt hem tegemoet, waardoor je de strijd bij Hastings krijgt. Willem wordt koning van Engeland. Als krijgers, kooplieden en stichters van koloniën hebben de vikingen de grenzen van de toenmalige wereld bereikt, maar ook verruimd. In het jaar 1096 zullen zij, eens heidenen, vooraan staan om te vechten voor het christendom tijdens de kruistochten.